een motor vastzetten op de aanhanger. Hoe doe je dat veilig, snel en toch stevig? In deze video laat ik je zien hoe je een motor vervoert op een aanhanger en hoe je hem vastzet met spanbanden en hoe je de inrijklem gebruikt zodat de motor kan afspannen. Blijf vooral even kijken. Ik heb ook nog een praktische tip aan het eind van deze video en natuurlijk weer een vraag speciaal voor jou. Mijn naam is Patrick Strijker, de online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. Alles wat los en vast aan de kar zit op één adres, trailerplus.nl. Wil jij ook alles weten over aanhangeronderdelen en het onderhoud van aanhanger en de boottrailer? Doe even een duimpje omhoog, abonneer op het kanaal en dat kan hier beneden. En vergeet niet het belletje aan te tikken voor een automatische melding bij weer een nieuwe video. En die verschijnt elke dinsdag. Wanneer je met de motor op pad wil, dan is rijden natuurlijk het mooiste. Dat wil iedereen graag, want daarvoor heb je zo'n ding. Maar soms wil je ook in een andere omgeving rijden. Wil je wat verder van huis en is het niet handig of niet praktisch, heb je er geen zin in om zo ver te rijden op de motor en dan neem je mee op de aanhanger. Of wanneer je een nieuwe motor koopt, gekocht hebt of huurt, zeg het maar, je wil hem vervoeren over de weg, maar niet rijdend. Dan kan je hem op een aanhanger laden, maar hoe zet je hem dan veilig vast? Wij hebben daar heel veel handige, praktische hulpmiddelen voor. Een uitgebreid assortiment van Ace Bikes. Luxe, degelijke materialen van uitstekende kwaliteit. Je betaalt er misschien iets meer voor dan bij sommige Azië-importmerken. Maar ik vind ook alle waar naar zijn geld. Nu is het belangrijk dat ik aan de voorkant afstap, want anders dan kiept die aanhanger weer achterover. Dan zou ik nou hier op deze achterkant afstappen, dan kiept die aanhanger en dan rolt die motor er zo weer af. Maar zo je nu de motor ziet staan, zo staat hij gewoon stevig en kan ik daar best wat aan schudden zonder dat die motor omvalt. Nou ja, het is niet de lichtste. Heeft best wat gewicht in de schaal, ook qua breedte en formaat is dat natuurlijk geen kinderachtige motorfiets, maar zoals je ziet in die steady stand staat hij gewoon hartstikke stevig. En je kan nu met een gerust hart de motor afspannen met je spanbanden. Bij deze aanhanger moet ik wel eerst even de vergrendeling vastmaken dat hij niet meer kan kiepen. Dat is een eerste, dat mag ik gewoon niet vergeten. Maar dat is natuurlijk voor elke aanhanger anders. Want die kiepaanhangers zie je nou ook weer niet zoveel. De motor staat dusdanig stevig in de steun dat ik hem rustig los durf te laten en erbij weg durf te lopen. De steun die staat zodanig afgesteld dat de band raakt de bodem van de aanhanger net niet. En hierdoor fixeert de motor zichzelf in de steun. En kan die gewoon geen kant op, beweegt niet. Ik durf hem echt los te laten en de motor blijft gewoon stevig staan, zodat ik rustig de tijd heb om met de spanbanden de motor goed transportklaar af te binden. Want dat moet natuurlijk wel, je kan hem niet zo los op de kar laten staan. We gaan hem vastzetten, de spanbanden. Ik heb hem al een beetje voorbereid met de lusset hier vooraan. De Ace Bikes lusset. En daarmee kan je hem goed afspannen. Met de Ace Bikes Heavy Duty set. De spanbanden met een ratel. Ik geef daar de voorkeur aan omdat ik vind dat met een traditionele ratel dat vaster staat dan met zo'n gesp. Nou is dit mijn persoonlijke voorkeur. En die gesp is voor lichte motoren geschikt. Ik vind deze motor toch, heb ik liever met een wat zwaardere gesp of een zwaardere spanband vaststaan. Ik heb voor achter een andere set met zware banden.
trek hem goed in de veren. En omdat hij aan het ballenhoofd trekt, kan dat ook. En nu zul je ook zien dat de motor al een stuk steviger staat dan daarnet. Kijk, hij wringt niet meer in de steun. Hij staat gewoon hartstikke strak. En nu hier achteraan, ik zoek hier een goed stevig punt. En bij deze motor, dat is natuurlijk bij elke motor anders, heb ik hier onder de buddy zit, de buddy seat moet ik eigenlijk zeggen. Maar hier onder het zadel zit een stevige steun waar ik makkelijk bij kan. En ook daar gebruik ik deze riempjes. Omdat deze riempjes gewoon zorgen dat de boel niet beschadigt aan de motorfiets. Je kan de haken makkelijk kwijt en je hebt geen lak aan schade en aan chroomwerk. Dat zou ik iedereen aanraden. Deze lussets zijn ook geschikt voor andere toepassingen met spanbanden. Je kan makkelijk even ergens omheen leggen en dan toch stevig vastzetten. Zonder dat je meteen een metalen haak aan de lak en aan het chroomwerk doet. Je kan met de lengte nog wat variëren. Van, hey, laat je de lus dubbel of doe je hem enkel. Waardoor je gewoon wat verder bij de motor vandaan komt. Deze steun zit vlak bovenaan de veerpoot, waardoor hij echt een vast punt heeft. En dat dan ook meteen goed vast zit. En wanneer je die motor op deze manier vastzet en beide kanten de radels eraan hebt, dan staat het als een blok en kun je er veilig mee op pad. Hij raakt hier de beugel wel iets, maar ja, dat is soms ook niet anders. Je kan er nog iets tussen doen aan een doekje of een werkhandschoen. Voor deze video doe ik dat niet, maar als ik langere ritten mee zou moeten maken, zou ik hier even wat tussen doen, zodat dat gewoon niet beschadigt. Je ontkomt daar bijna niet aan, zeker met dit soort motoren niet, waar veel chroom, veel plastic aan zit, dan is die kans gewoon wat groter. Dat is een nadeel. Anderen zullen zeggen dat zijn een van de vele nadelen van zo'n motor, maar goed, dat is dan weer je persoonlijke smaak. Kijk, wanneer je hem op deze manier in de veren trekt, dan kan dat prima. Hij staat goed stevig. Mooi vast, veilig op vier punten. En de voorste banden naar voren gericht, de achterste iets naar achter. Zodat die motor bij een noodstop staat hij gewoon direct gezekerd op vier punten. En kan er naar mijn idee weinig mee gebeuren. Waarom ik achteraan wat zwaardere spanbanden heb? Nou, dat is om de doodeenvoudige reden dat ik die nog had liggen. En voor het beeld en voor het plaatje. Voor het vastzetten maakt het niet uit. Natuurlijk, wij van Trailer Plus adviseren Trailer Plus. Nee, het is, kijk, de Ace Bikes spanset met die radel werkt ook prima. En ik heb er één setje van liggen nu om te gebruiken en te laten zien. En die heb ik vooraan gemonteerd. Ja, je kan hem ook met vier van deze banden vastzetten natuurlijk. Maar in de praktijk zal het ook zo gaan bij anderen. Wanneer je spanbanden voorhanden hebt, dan gebruik je die. Maar die kan je uitstekend combineren met de lusset. Kijk, de lusset die zit hier onder de buddy zit vast. Direct vlak bij de bout van de veerpoot. Dus dat is een goed vastpunt. En hij raakt hier natuurlijk wat in het handen, maar dat zal geen schade geven. Dat zijn niet de krachten die daadwerkelijk aan de motor trekken. Daar ben ik niet bang voor. Want wanneer ik nu aan de motor schud, dan zie je ook dat die... Het is één massief blok met de aanhanger. Hij beweegt niet, hij kan geen kant op. En zo is dat vertrouwd om mee te rijden. Deze motor die staat nu vast met de Steady Stand Fixed. Dat is de meest verkochte vaste steun. Verstelbaar, wordt vastgeschroefd aan de bodem. Wordt ook veel gebruikt in campers en garages voor de wat kleinere motorfietsen met een grote garage. Voor scootersteun is deze steun net iets te groot. Maar de techniek is hetzelfde, alleen het gatenpatroon bij de scootersteun is net iets anders, waardoor de kleine wielen daar makkelijker in passen. Maar door hem vast te schroeven op de bodem staat die steun goed vast. Wel even een paar stevige onderplaatjes eronder. En dan kan je op die manier de motor goed en veilig vervoeren. Het is een uniek systeem,
veel nagedaan, veel gekopieerd. En we hebben verschillende mensen ook naar ervaringen gevraagd. En die zeggen toch wel, geef ons maar de Acebikes. Want ook mensen in de verhuur, die echt wel de klant laten kiezen. Waarbij de huurklant toch zegt, geef mij maar die stevige steun van de Acebikes. Hij is in verhouding wat duurder. En wat is duur? Wanneer het goed werkt en zichzelf verkoopt, kan je afvragen of het daadwerkelijk duurder is. Want het werkt goed. We hebben daar niet of nauwelijks klachten over. Tuurlijk kan er een keer wat mee gebeuren. Mist er een keer een boutje in de verpakking. Dat gebeurt overal, maar dat wordt altijd super opgelost. Ook Acebikes die staat voor zijn kwaliteit. We hebben daar goede contacten mee. Met de groothandel, ook met Acebikes zelf. Wanneer er een keer een probleempje is, dan wordt het altijd meteen opgelost. En de lijnen zijn heel kort. En dat werkt voor ons heel prettig, want dan kunnen wij ook de klant bedienen zoals wij dat graag willen. En Acebikes die pakt dat ook vriendelijk op. Geen gezeur, geen gedoe. Gewoon makkelijk hoe wij dat allemaal graag zien. Het afladen dat gaat eigenlijk op dezelfde manier, alleen dan andersom. Zoals je wellicht zult begrijpen. Ik laat dat nu zo even zien. Ik ontspan de spanbanden en dan rollen we de motor eraf. Kijk, we hebben hier een kiepende aanhanger. Die zie je niet heel veel. Vaak is het met een rijplaat. Ik vind dat zelf met dit soort motoren is me dat te gevaarlijk. Ik hou er niet van. Ik hou liever, ik ga voor safe. En op deze manier kan ik de motor erop rijden en toch de voeten nog naast de motor neerzetten. En dat is mijn eigen onzekerheid. Maar ik kies liever daarvoor dan dat ik met de motor en al omval. Want die til je niet zomaar op. Die motor die weegt ruim 300 kilo, bijna 400 kilo. Die zet je niet zomaar even rechtop. Zelf doe ik altijd eerst de achterste spanbanden los. Waarom? Dan blijft hij in ieder geval nog goed stevig in de steun staan en kan ik met een gerust hart eromheen lopen. Hij kan even springen. Dat is de ene keer erger dan de andere keer. Ook net hoe strak je de banden hebt vastgezet. Kijk, de lus zetten we eraf. Ook die leg ik altijd wel op de kar. Omdat ik dan zeker weet dat ze niet onder het zand komen, niet vervuilen en ik ze de volgende keer gewoon weer kan gebruiken. Deze gaat nu al een stuk makkelijker omdat die andere kant al op is. Het meeste gewicht is er al, of de meeste spanning is er al af. De springen is ook over. Nu ik toch aan deze kant ben, ook gelijk de voorste. Ook nu hou ik de motor wel in de gaten, omdat we toch weten dat er iets zou kunnen. Er kan natuurlijk iets misgaan. Hij zakt wat scheef, kan wat scheef zakken. Klipje eraf. Spanband aan de kant. Hier hetzelfde, nu zit hier nog het meeste spanning in. Dan hou ik hem ook een beetje in de gaten, want je weet maar nooit. Kijk, hij komt uit de veren. Hij blijft wel staan. En ook nu staat hij nog mooi stevig. Kijk, je kan hier met een gerust hart toch bij weglopen. Zonder dat je hoeft te denken of bang hoeft te zijn dat die motor omvalt. Als laatste de vergrendeling van het kiepen eraf. Ik heb er één keer gehad dat ik die vergrendeling vergat. Toen had ik de motor erop gereden en was ik die vergrendeling vergeten. Ik stapte achterwaarts, achteraan er weer af. En voordat ik het in de gaten had, kwam die motor mee na. En die motor die lag dus op de grond achter de kar. En toen kon ik hem optillen. Dus ik moet nou niet de fout maken. Vooraan opstappen. Erop. En dan kan ik achteruit er vanaf. En dat ga ik dan nu doen. Deze motor zit geen achteruit op, dus we moeten hem op handkracht achteruit doen. En dat lukt ook. Het is soms een beetje, even eraan trekken. Maar goed, dat geeft ook aan hoe vast en hoe stevig hij staat. Trek hem twee keer achteruit. Knijp er voor hem in. En dan wipt hij als het goed is. Kijk. Ook met nat weer gaat het prima met deze kar. Deze bodem is niet erg stroef.
Het is een relatief gladde vloer. En toch met nat weer, dan rijd ik hem er zo op en af. En gaat dat goed. En op deze manier rol je hem gewoon op je gemak er vanaf. En is hij weer van de kar af. Je weet nu hoe je een motor vastzet op de aanhanger. Heb je nou niet voldoende haken op jouw aanhanger of in de bus om die spanbanden goed vast te maken? Kijk dan even naar de video die in dit scherm verschijnt. Want daarin zie je een praktische video over het gebruik van de railset. En hiermee kan je verstelbare ogen monteren in jouw aanhanger of in je bestelbus. Zodat je op allerlei mogelijke manieren de spanband in kan haken. Vergeet niet te abonneren. Ik zie je graag in die andere aflevering. Hoi!